En mijn stelling die ik daar verdedig in dat stuk, dat is dat de baten van immigratie lager zijn, of zeker niet hoger zijn, laat ik het voorzichtig zeggen, zeker niet hoger zijn dan de kosten, de lasten van toegenomen bevolkingsdichtheid. Ja, Nederland moet geen immigratieland zijn. Dat hebben economen eigenlijk al heel lang gezegd. Dat hebben ze in de jaren 70 gezegd. Er is een staatscommissie Muntennamme 75 geweest. Die hebben dat allemaal gezegd. Maar dat debat is een beetje moeilijk gemaakt. Omdat daar dat enge verhaal bij kwam van Nederland is vol. En Jan Maat en Wilders. En in die hoek wil je niet terechtkomen. Ik heb altijd dat idee gehad van bevolkingsdichtheid. Ik wil het niet, ik wil geen immigratie, ik wil niet opjagen van het geboortecijfer. En dan kom je in die verkeerde hoek als je dat gaat zeggen. En dat vond ik vervelend en dat vond ik ook niet zo flink van mezelf. Maar toen kwam het mooie proefschrift van Jan van der Beek. En die heeft dat allemaal uitgezocht. En die heeft een heleboel mensen geïnterviewd. En tot mijn grote opluchting zie ik dan dat ze allemaal te biecht zijn gegaan bij Jan van der Beek. En dat een heleboel mensen dat gevoel hebben gehad. Ik vind het wel, maar ik kan het niet zeggen. Dat is dus één kant, dus een aantal economen hebben hun mond gehouden. De andere kant is dat al vrij vroeg de advisering in handen is gekomen, niet van de economen, die het duidelijk allemaal gezegd hebben, maar sociologen, culturele antropologen, allerlei mensen die zich identificeren met dit object en die een ander standpunt innamen. De econoom zegt, en die volgde wat in de tijd de bedoeling was, immigranten die moeten er komen om de Nederlandse economie te stimuleren. Tenminste, dat was politiek uitgangspunt en de economen zeiden, nee, dat werkt niet, dat is niet verstandig. Maar die sociologen, culturele antropologen, die identificeerden zich met de immigranten. En dan wordt het gelijk immigranten helpen in plaats van de Nederlandse economie vooruit helpen. Dus er staan aan de ene kant die dorre economen die zeggen, het is niet goed voor de economie. En dan zeggen al die sociologen en culturele antropologen, ja, maar dat zijn ook mensen, die moeten we ook helpen. Het is natuurlijk ook moeilijk om daar met een verhaal dan tegen in te gaan. Want ja, dan dat wil je niet. Ik bedoel, dat meen je ook, dat wil je niet. Je hebt niks tegen die mensen, et cetera. Dus een hoop mensen hebben hun mond gehouden. Heb ik ook gedaan. Gelukkig samen met anderen. Maar ik ben ook op zoek gegaan naar de objectiveerbare elementen. En dan kan je zeggen, ja, bevolkingsdichtheid, wat levert dat op? En dat kan je kwantificeren door gewoon grond in de productiefunctie te stoppen. En dan, nou ja, als je een crop Douglas neemt, dan kun je zo uitrekenen het inkomensaandeel van de grond. Dat is ook de elasticiteit die aangeeft hoe je inkomen daalt als je een hogere bevolkingsdichtheid hebt, meer bevolking bij dezelfde grond. Ja, en dan missen we de gegevens, want pacht en al die dingen worden niet meer geregistreerd. Maar met een sigarendoosje kan je dan wel uitrekenen dat als je 10% hogere bevolkingsdichtheid hebt, dat het inkomen per hoofd wel eens met 2 of 3% kan dalen. En je kan kijken naar het enige empirisch onderzoek dat ik daarover ken. Dat gaat over agglomeratievoordelen. Dat zegt, ja, er zijn voordelen van hogere bevolkingsdichtheid. Als je al die mensen op een kluitje zet in steden. Maar ja, dat komt uit, als je de bevolkingsdichtheid verdubbelt, dan groeit het inkomen per hoofd misschien met 5%. Ja, daar zou ik Nederland, zijn milieu, zijn cultuur en zijn leefklimaat toch ook niet aan willen opofferen. Van 10 naar 20 miljoen en dan 5% stijgen. Dus mijn punt is, je kan eigenlijk die discussie uit de onderbuiksfeer halen door te zoeken naar kwantificeerbare, objectiveerbare argumenten uit de economie. En die zijn er. En dan zijn dus die dingen van, nou, dat wisten de economen, immigratie levert geaggregeerd geen baat op, het is een verdelingsprobleem. Bevolkingsdichtheid, daarvan kun je uitrekenen dat het schadelijk kan zijn. En dan kom je op de laatste stap. Je moet dan wel eigenlijk je nationaal inkomen ook eens een keer goed gaan uitrekenen. Want dat doen we nu allemaal met de waarde van goederen en diensten. Maar elke econoom weet sinds zijn eerste lesje economie, dat is niet een maatstaf van welvaart. En er zijn hele interessante initiatieven, die gaan al terug tot Nordhaus en Tobin, maar die zijn laatst heel enthousiast gestimuleerd door een commissie die Sarkozy heeft ingesteld, met Sens, Stiglitz, allerlei top-economen, en die zegt, nee, we moeten niet kijken naar de marktwaarde van de goederen en diensten, we moeten kijken waar het echt om gaat, en dat is de consumptie, en die moeten we dan goed gaan meten, en dan moeten we ook allerlei andere dingen meetellen, de waarde van vrije tijd bijvoorbeeld, het verlies van natuurwaarde, al dat soort dingen moet je erin zetten. En die commissie Sarkozy, ik vind dat heel mooi, en ik hoop dat het echt goed navolging krijgt, dat we op een andere manier gaan meten. Want als die politici zich alsmaar oriënteren op groei van nationaal inkomen 2%, terwijl je hartstikke verkeerd zit te meten, ja, dan ga je de verkeerde kant uit. Dus je moet
een betere maatstaf hebben. En het CBS doet er wat aan en de OECD doet er wat aan. Maar ik vind dat daar veel zwaarder op moet worden ingezet. En dat dat echt een zware impuls moet zijn, zowel in het onderzoek als in de meting van beleidseffecten.